je geloof me, het wordt alleen nog maar spannender. Want er komen nog een aantal talenten die op jouw hotseat willen komen. Neem nou deze jongen. Mijn naam is Ernest. Ik woon in Amsterdam. Ik ben inmiddels 38 jaar. Ik ben meer dan een jaar getrouwd met Carmen. We zijn heel gelukkig natuurlijk. Ook met een mooie liefdesbaby erbij. Dus we vormen een gelukkig paar. Nou, we zijn hier bij mijn ouders. Ik kom hier regelmatig, zo'n beetje elke week. Hap, hap, hap. Kasper. Mijn ouders die hebben vanaf het begin aan de wieg gestaan van mijn muzikale carrière. Nou, dit is de Wall of Fame van Ernest. Nou, dit is de allereerste cd. En dit is de laatste. Die heeft hij verleden jaar gemaakt. We hebben ook veel krantenknipsels en foto's en boeken. We vinden het erg leuk om het te verzamelen. Nou, niet alleen Ernest staat in de krant, maar wij ook. Dat hebben we toch maar bereikt ermee. Bij al zijn optredens staan wij vooraan. En als het niet lukt, lukt het toch. Het is me zelfs een keer gebeurd dat wij met de band moesten soundchecken. Dat was 3 uur voordat het optreden zou beginnen. En ik kijk in de zaal, een hele lege zaal. Er staan 2 stoelen, midden in die zaal. Voor de rest allemaal staanplaatsen. En daar zitten mijn ouders te wachten tot ik ga optreden. Wij zijn zijn grootste fan. Hoe laat moet je nou eigenlijk wezen in het café Beense vanavond? Over een uurtje ongeveer. Van donderdag tot en met zondag treed ik op in het Land of in Peter Beense café. En door de week zit ik gewoon huisvader en dan heb ik de zorg voor onze kleine Kasper. Ik zou je graag maar één ding willen zeggen. Het leuke aan het zingen in café Peter Beense is het feit dat het niet zo heel groot is. Er kunnen maar 90 tot 100 mensen in. Naast dat er ook vaste klanten komen, komen mensen uit heel Nederland, uit Limburg, uit Friesland. Dus dat is één groot meezingfeest elke avond. Ze kunnen misschien beter stoppen met bloed, zweet en tranen. Want de Nederlandse volkszanger, die hebben we al. Nee, ik ga nooit meer naar huis, want het is veel te gezellig hier. Kijk, oh, wat een energie. Want ik heb het naar mijn zin. Goedenavond. Goedenavond. Komt er eentje binnen? Ja, kijk, nou dat is nou een volkszanger. Nou, moet dat zijn? Ja, je mag mee, super trots. Ik heb kipvel. Ik kan niet leven in een... Ik hou niet meer kijken. Anders heeft hij bananen. Stil. Tot zo! Welkom terug. Nienke zit in de hotseat van Danny en André junior. Zij vielen als een blok voor deze zingende friezin. Ach, vader lief, toe dring niet meer. Ik vroeg het al zo menige keer. En in de andere hotseat zit multitalent Tony. Hij wist Gerard en Roxanne te overtuigen. We zijn vriendjes voor het leven. Schatje vijs op mij een muur die loopt. Soms is het wel op enigheid, dat duurt ze wat maar even. Aan door, maar als we zijn we vriendjes voor het leven. En daar komt het volgende talententrap afgevlogen. Kijk, oh, wat een energie. Goedenavond. Goedenavond. Komt er eentje binnen? Ja, dat is één prok energie wat binnenkomt, hè, vanavond. Ja, absoluut. Ja, ik heb er zin in. Wie ben je? Mijn naam is Ernest en ik kom uit Amsterdam. Ik ken jou. Ja, wij kennen jou volgens mij allemaal. Ik kom mij bekend. Ik zing al 7 jaar bij Peter Beens in het café. Oké, okay. Daar kennen we je van. Wat ga je vanavond ons brengen? Ik ga zijn liedje doen. Welke, man? Hart en ziel. Zo, nou. Een mooi nummer. Hey, dat voel je niet gefluit, hè? Dat maakt niet uit. Zolang ze niet drukken, is er niks aan de hand. We zitten er klaar voor. Hoi. Jij veranderde heel mijn leven. Zo. Mooi, mooi. Het ging allemaal zo vlug. Moeilijk stuk, niet? Jij en ik, niets hield ons tegen. Ik heb het risico. Nee! Oh, dan gaat Danny ook. Ja, kom op, Danny. Druk ook even. Hebben we de hoogte in. Jouw liefde heeft mij diep geraakt. Zoveel in mij los.
gemaakt. Dat gevoel dit is toch goed, dat is hoor niet je. Uit te leggen. Hé! Hey. Hey. Ja, oh, ja, ja, ja. Door naar Rotsie, pam, pam. Een minuut uit de loterij. Ik heb jou zo vaak willen zeggen. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel. Zoveel van jou. Ik knijp mijn handen dicht met zo'n vrouw. We worden samen oud. Oh, nee. Hold on, ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel. Zoveel van jou. Ik knijp mijn handen dicht met zo'n vrouw. Gaat over jou dit? Ja, dat hoop ik wel, ja. Samen aan. Samen aan. Heel goed. Verrassend, echt heel verrassend. Lekker binnenkomen dit. Ja, dat is zo blij. Ja! Ja, kijk, nou dat is nou een volkszanger. Ja, wat voor bedrijf nou? Oh, die zit hier, hè? Hallo. Dat je dit lekker meemaakt zo. Ja. Hallo, hoe leuk is dat? Ik knuit, waar de hier nog één. Ja. Je komt naar beneden en ik denk, nou, dit zal een feestnummer worden. En je zal de zaal gek maken. Maar ik had nooit verwacht dat er zo'n strot achter zat. Ja, je hebt me weggeblazen. Dit dat ik zo verhaallijk in heb. Maar anders, nee, het was echt te gek. Ik vind je echt heel verrassend. En ik ben gewoon heel trots dat jij dit nummer hebt gezongen. Ik zal je erbij vertellen dat dit nummer heb ik speciaal voor mijn vrouw Jenny geschreven. Maar ik vond het gewoon een eer en je hebt het hartstikke goed gedaan. Helaas voor Nienke, wat ook een talent is, moet zij plaatsmaken op de hot seat voor jou. Je kwam al als een speer naar beneden van die trapje. Je dacht, nou, zal ik eens even allemaal een poepje laten ruiken. Nou, dat is gelukt hoor. Ik heb ervan genoten. Wat een kracht. Een heerlijke auditie. En ik denk dat de mensen het ook allemaal prachtig vonden. En dat kan ik alleen maar zeggen. Wel. Top. Heel goed. Heel goed. Dankjewel. Friesland Bob het hey! Goed, man. Heb je goed, goed gedaan. Arme pik, top. Heb je goed gedaan. Heerlijk. Dit was wel eventjes een hele mooie auditie. Dank je wel. Hartstikke goed. Het zijn veel maten wat zo. Ja, ik heb gejuicht, heel hard. Geloof ik. Gejuicht, lachen. Ik heb gejuicht ook, ja. Ik heb gehoord. Echt waar, nou. Ze heeft alles gedaan. Nou, pak hem lekker vast, ga lekker naar de hot seat. Neem je vader en moeder lekker mee. Ja. Blijf zo lang mogelijk zitten. Ernest blies André junior en Danny letterlijk omver. En mag dus op de hot seat met zijn trotse ouders en vrouw. Zo, voorlopig komen we eruit, hè.